De fractie van Verenigd Arnhem heeft Maarten Venhovens gevraagd fractievolger te worden in de Arnhemse gemeenteraad. Venhovens heeft politieke ervaring en een goede feeling met de Arnhemse samenleving. Ik sprak met Maarten Venhovens en fractievoorzitter van Verenigd Arnhem, Koersat Bol. Verenigd Arnhem draagt u voor als fractievolger. Nou, wat heb ik met Verenigd Arnhem? Ik sta achter de partij. Ik sta achter de idealen die de partij uitdraagt. En dat is in ieder geval de reden waarom ik in ieder geval lid ben geworden van de partij. En waarom ben ik fractievolger geworden is omdat de partij mij heeft gevraagd of ik fractievolger wil worden. En daar heb ik natuurlijk ja op gezegd. Je hebt ook een rol in de lokale media of een mediaplatform. Ik hou van Arnhem. Staat dat niet jouw raadsvolgen in de weg? Nee, dat zeker niet. Klopt inderdaad, ik heb een nieuwswebsite en daar heb ik een heel goed team wat daar druk mee bezig is. Ik heb ook tegen het team gezegd dat zij gewoon nu de onafhankelijke, of in ieder geval de vrijheid krijgen om daar te schrijven over wat ze willen, ook over politiek vlak. Zonder dat ik me daar enigszins in ga bemoeien. Dus het zal voor mij even moeilijk zijn. Ik ga me vooral bezighouden met het bedrijfseconomische gedeelte van het bedrijf. En met doorontwikkeling. En mijn collega's zijn druk bezig met ontwikkeling van, in ieder geval de inhoudelijke gedeelte van het bedrijf. Wat spreekt u zo aan in Verenigd Arnhem en wat is dat Verenigd Arnhem voor u? Nou, wat spreekt Verenigd Arnhem vooral aan is dat zij vooral willen dat alle Arnhemmers de gelijke kansen krijgen die zij horen te krijgen. Ik zie nog steeds ook in Arnhem dat niet iedereen dezelfde rechten en dezelfde rechten heeft, maar niet altijd gebruik van kan maken. Daar maak ik me ernstig zorgen over en ik zie ook wel gelukkig dat de partijen zich daar druk om maakt. En dat is ook wel voor mij de reden geweest om nog erbij aan te sluiten. Bent u blij met de komst van, of de versterking van uw partij door Maarten? Zeker wel. We zijn erg blij met de steun en aanwinst van Maarten. Met zijn ervaring zal hij ons zeker versterken. Ook ervaring in de media, als ook het volgen van de politiek, hoe het daar plaatsvindt. Ik denk dat hij heel snel ons erg steunt en steun kan zijn en wezenlijk ons nog beter kan maken. Onze idealen te bereiken. Waarin verschilt Verenigd Arnhem voor jou van andere partijen en waarom heb je daarom Verenigd Arnhem gekozen? Nou, als allereerst is natuurlijk Verenigd Arnhem een lokale partij, niet een landelijke partij die gekoppeld zit aan allerlei Haagse toetsen, bellen en regeltjes en hele beleidsplannen wat je moet uitvoeren. Natuurlijk hebben ze wel de samenwerking met Denk, maar dat is natuurlijk een andere vorm van werken dan dat je je agenda laat bepalen daardoor. Dat ten eerste. Dus wij kunnen veel meer bereiken op lokaal niveau en we kunnen veel meer doen en laten wat wij belangrijk vinden voor de Arnhemmers. En de tweede is, want er zijn natuurlijk wel meerdere lokale partijen en waar vooral Verenigd Arnhem de focus op legt, is die saamhorigheid. Dat alle Arnhemmers dezelfde kansen krijgen en dat spreekt mij heel erg aan. En dat verschilt Verenigd Arnhem ook wel met andere lokale partijen. En wat gaat jouw rol precies worden? Hoe zie je jouw toekomst binnen Verenigd Arnhem en binnen de gemeenteraad in Arnhem? Nou, ik word in ieder geval nu fractievolger. Dat betekent dat ik vooral de fractie ga ondersteunen, in dit geval Koersat, met het goed lezen en bestuderen van de documenten, daar de goede vragen over stellen en zorgen dat onze programma eigenlijk uitgevoerd gaat worden. Dat zal mijn eerste taak zijn en wat daarna gaat gebeuren, ja, dat hangt heel erg af van wat de leden willen. Ik hoop natuurlijk wel dat ik op de kieslijst ga komen, maar dat is iets wat uiteindelijk bepaald wordt door het bestuur, die me als allereerst sollicitatiegesprek gaat geven. En daarna uiteindelijk de leden en die bepalen uiteindelijk of ik op de lijst kom en zo ja, op welke plek ik dan op de lijst ga komen.